grote brand bij huurwoning aan de Geefstraat in Eindhoven. Zondagavond ging er mis toen de bewoner van het appartement een ei wilde koken. De vlammen in het fornuis sloegen de afzuigkap in. Meerdere brandweerwagens rukten uit om de brand te blussen. De brand woedde in verschillende lagen van het plafond. Daarbij kwam veel rook vrij. Een hoogwerker was nodig om bij het dak te komen. Om de vlammen te vinden moest het dak opengebroken worden. Na 3 kwartier was het vuur onder controle en moest alleen het dak nog geblust worden. Niemand raakte bij de brand gewond.